En hoe was de voorbereiding voor de Dakar, is dit voor jou? Dit wordt de 7e keer, Mette. De 7e keer dat je meegaat? Ja, we gaan er dus over de 7e keer mee, ja, klopt. En je zit nu aankomend jaar 2013 zit je bij Martin Hol in de auto als navigator of als monteur? Nee, als navigator. Dit jaar, of aankomende rally, ga ik iets anders doen. Ja, weer een andere uitdaging dus. Spannend? Ja, op zich wel, ja. Ja, het is de eerste keer dat ik nou ga navigeren. Normaal bij Martin Brink, laat maar zeggen, dan kijk je wel met Peter Willems mee en dan leer ik wat een en ander iets. Maar dan ga je het toch elke keer zelf doen, ja. Is dit iets voor de toekomst? Daar laat ik me nog niet over uit. gaan de voorbereidingen? In principe wel goed. De cabine die daar staat, die ben ik nou mee bezig. Die gaat denk ik maandag erop. En dan, zoals je ziet, de chassis met de motor en alles is in principe eigenlijk allemaal klaar. Ja. En dan denk ik anderhalve week afbouwen en dan kunnen we weer tegen. En een maand de tijd en dan gaan we naar Le Havre. Ja, klopt ja. Ja, ja. Ja. Okay. Nou, succes nog. Ja, dankjewel Jansen. Arjan, weer een avond geklust met alle mannen samen. Het licht is alweer uit. De configuratie van de snelle service, die is neem ik aan hetzelfde. Er zal niet veel aan veranderd worden. Misschien het een en ander vernieuwd en zo. Maar de wedstrijdtruck, is daar veel aan veranderd aan de configuratie? Jawel, ja. Er is nog een en ander veranderd aan de vering. De stand van de luchtballen is veranderd en de beweging ervan. Dat hij meer met de as meegaat. De eindaanslag wordt nog veranderd. Dat is steviger gemaakt. Dat hij niet had problemen met Rusland dat hij in elkaar ging. En daar willen we eigenlijk vanaf. We zijn volop mee bezig. En de demping wordt er allemaal aangepast. De schortdempers, zeg maar. De Silkway, heeft dat grote voordelen gehad wat testen betreft? Ja, zeker. Ja. Op zich een hele hoop, ging eigenlijk goed. Behalve de eindaanslag, die was te slap. Ja, en de demping moet stijver om minder gauw de eindaanslag te raken, zeg maar. En ik begrijp dat jullie die uitlaat, hij ook helemaal veranderd. Dat is ook allemaal oké. Okay. Ja, ja, dat is allemaal zo gebleven. Nou. En Rusland is allemaal goed bevallen. En ja, we hopen daar in aankomende dak is natuurlijk nog warmer dan Rusland. Dus we hopen toch meer profijt van te hebben nog aan staan. Ja. Dus er wordt zometeen weer het uiterste gevergd van de server, van de snelle wedstrijdtruck. Ja, moet weer vol gas. Nou, succes jongen. Ja, is goed. Dank je wel. Hè. Peter, we zitten hier op zolder bij Mammoet Rally Sport. Ik zie een hele batterij rode kisten. Ik neem aan spullen voor de service truck. Wat zien we precies allemaal aan het doen? Ja, dat klopt. We hebben hier alle kisten uitgestald staan. Die zijn uit de 6x6 gekomen na de Silkway Rally. En die zijn opnieuw aan het herinventariseren met alle spullen die dus inderdaad ooit ingebracht zijn in ons eigen voorraadsysteem. Dat is de Mammoet Rally Base. Die is opgebouwd en daar kunnen wij alle artikelen in terugvinden zometeen tijdens de rally. En nu is het de zaak dat wij zorgen dat we alle artikelen in de juiste kist zo moeten hebben. Dat we kunnen vinden als we tijdens de rally een boutje of wat dan ook nodig hebben of een uniek onderdeel, dat we dat snel inderdaad uit de 6x6 op kunnen vissen. Nou, ik zie jou en Harry van alles netjes inpakken en alles opschrijven. Nog een weekje of vier, straks de service truck weer volproppen. Gaat dat allemaal weer meekomen? Ja, kijk, de kisten hebben een bepaalde maat en daar zal het gewoon in moeten passen. Dus dan zou je 3-4 keer die kist leeg moeten halen om toch te zorgen dat alle spullen wel weer in die kist terechtkomt waar het uiteindelijk opgeschreven is. Want als je het in een verkeerde kist gooit, nou ja, je weet zelf hoe het is. Je zoekt je eigen 3 slagen rond en je kan het nog niet vinden. Dus uiteindelijk is het nu heel secuur werk en daar zijn wij avond aan avond aan bezig om alles weer keurig netjes in de kisten te krijgen en te inventariseren. Nou, dan wens ik je nog heel veel succes met de puzzel. Nou, dat gaat lukken en we zijn gelukkig al heel eind op weg. Zo Martin, half oktober, nog een maand voor Le Havre. Zit alles een beetje op schema? Ja, we mogen op zich niet klagen. We hebben veel werk weer, maar dat zijn we langzamerhand wel gewend. Dus ja, trucks zijn, motors hangen erin, cabines zijn we hier aan het klaarmaken. Ik heb van deze auto de eerste race truck een compleet nieuwe cabine, nieuwe stuurkolom. Dingen veranderd, rolkooien veranderd, zodat we beter zicht hebben. Ja, allemaal puntjes die we in Rusland elke keer weer ervaren hebben. De vering, iets ja, fijner getuned, andere setting, andere afstelling, steun sterker gemaakt. Ja, allemaal dingen die we na augustus veranderd hebben. En verder allebei de trucks compleet nieuw opgebouwd. Martin en Jeroen hebben hoofdzakelijk race truck 2 gedaan. En Arjan en Erwin race truck 1. En ja, gewoon van de grond af van weer nieuw beginnen, fris. Ja. Nieuwe tanken erin, nieuwe versnellingsbak, nieuwe tussenbak. Nieuwe aandrijflijn, dwarsper, langsper. Ja,
We hebben in ieder geval alles er weer aan gedaan. Volgens mij ga je als nieuw van start in 2013. In principe gaan we met dezelfde truck, compleet nieuw van start. En de poppetjes, die zitten ook allemaal weer op zijn plek bij jou in de cabine? Ja, ik ga met Peter Willemsen, de vaste navigator, dan rijden. Arjan die is gewisseld met Erwin. Arjan bij mij op de truck, Erwin bij Martin op de truck. Dus een vaste bezetting, ook zo over twee auto's. En die monteurs gewoon een keer uitwisselen om ze allebei de juiste ervaring op te doen. En heb je voldoende monteurs achter de hand zometeen tijdens de Dakar? Ja, dus Richard Mouw erbij. Aard, onze Aard, onze kleine Aard. Als trouwe vaste monteur. En Arie Jansen, die is monteur bij Liber. En nou, die heb hier het hele jaar al gelopen. Menig uurtje geholpen aan de truck. En ja, dat zijn allemaal goede, ervaren monteurs. Die weten hoe de truck in elkaar zit. Dus op zich moeten die mannen ons in de wedstrijd houden. Nou, jullie gaan met een gigantisch gemotiveerde club zometeen naar Zuid-Amerika. En ja, we gaan afwachten welk succes jullie gaan behalen. Het bandenprobleem wat we vorig jaar hadden, daar hadden we een probleem met stalen wielen. En we zouden toen al op aluminiumwielen starten, maar dat hebben we in de Silkwell opgelost. Dus we gaan nu gewoon met beatlocks rijden. En in principe hebben we voor elke dag vers rubber. Ja goed, elke steen kan natuurlijk wel mee gebeuren, maar we zijn door Peet Borst goed voorzien van banden. Nou, ik wens jou heel veel succes 2013 de Dakar en ja, we gaan het weer op de voet volgen. Ja, we gaan nog even 4 weken hard tegenaan en dan als de auto's op de boot staan, dan begint voor ons een beetje de rust.